Erfelijke aandoeningen, gekenmerkt door overmatige botgroei, zijn zeer zeldzaam. Wereldwijd zijn er minder dan 100 patiënten bekend die lijden aan zo'n ziekte. Er zijn zo'n 60 patiënten met sclerosteose bekend. Dit zijn vooral Afrikaners. Blanke, Afrikaanstalige inwoners van Zuid-Afrika die voornamelijk afkomstig zijn uit Nederland en Duitsland. Er zijn wereldwijd ongeveer 40 gevallen van de ziekte van Van Buchem bekend. De ziekte van Van Buchem komt voornamelijk voor in het Nederlandse plaatsje Urk. Meer dan de helft van het totaal aantal patiënten is hier geboren. Hoe kan het dat deze ziektes opvallend vaak voorkomen binnen één specifieke populatie? Wat zijn de symptomen van sclerosteose en de ziekte van Van Buchem? Hoe wordt het precies veroorzaakt? In deze kennisclip krijg je uitgebreid antwoord op al deze vragen. Waar hebben we het precies over? Sclerosteose en de ziekte van Van Buchem zijn twee erfelijk overdraagbare ziektes. De patiënten die hieraan lijden vertonen overmatige botgroei. Vooral de schedel, onderkaak en tubulaire botten zijn daardoor vergroot. Alle botten hebben een dichtere structuur en zijn veel zwaarder dan normaal. De druk binnen de schedel wordt verhoogd, waardoor zenuwen verdrukt raken en onder andere hoofdpijn, zicht- en gehoorproblemen ontstaan. Alleen bij sclerosteose treedt ook syndactylie op. De vingers of tenen zijn dan deels of geheel aan elkaar vergroeid. Sclerosteose is ernstiger dan de ziekte van Van Buchem, omdat de symptomen in hevigere mate voorkomen. De levensverwachting is iets verkort. Patiënten overlijden vooral aan de gevolgen van verhoogde druk binnen de schedel. Sclerosteose en de ziekte van Van Buchem zijn autosomaal recessieve aandoeningen. Autosomaal betekent dat het niet op de chromosomen zit die het geslacht bepalen. Recessief betekent dat de ziekte alleen tot uiting komt wanneer de mutatie op de beide kopieën van hetzelfde chromosoom aanwezig is, zoals bij het rechtse meisje in het plaatje. De beide ouders zijn heterozygoot voor de ziekte, wat betekent dat de mutatie maar op één van de chromosomen aanwezig is. De ouders en de twee middelste kinderen zijn dus drager van de ziekte, maar geen patiënt. Als je drager bent, bestaat er 50% kans dat je de mutatie die de ziekte veroorzaakt doorgeeft aan je kind. Deze ziektes komen dus vaker voor in Urk en Afrikaners, omdat hier meer mensen drager zijn van de ziekte. Wanneer twee mensen uit een familie komen waarin sclerosteose of de ziekte van Van Buchem voorkomt en samen kinderen krijgen, wordt de kans dat het kind de mutatie van de ouders meekrijgt groter. En daarmee de kans dat het sclerosteose of de ziekte van Van Buchem krijgt. Het verschil tussen sclerosteose en de ziekte van Van Buchem wordt veroorzaakt doordat ze voortkomen uit verschillende mutaties. Mutaties zijn veranderingen in de erfelijke eigenschappen van het genetisch materiaal van een cel. Hierdoor ontstaat niet het juiste eiwit waarvoor het gen normaal gesproken codeert. Sclerosteose en de ziekte van Van Buchem worden veroorzaakt door verschillende mutaties die invloed hebben op sclerostine en LRP-eiwitten. Sclerostine reguleert normaal gesproken de botformatie. LRP-eiwitten spelen een belangrijke rol in de WNT-signaleringsroute die door sclerostine aan- en uitgezet wordt. Dit wordt later precies uitgelegd. De ziekte van Van Buchem wordt veroorzaakt door een deletie van 52 kilobasen lang, die 35 kilobasen downstream van het SOST-gen ligt. Deze is gelegen op chromosoom 17 tussen Q12 en Q21. Door deze mutatie vermindert de regulatie van de transcriptie van het SOST-gen. Sclerosteose wordt veroorzaakt door veel verschillende mutaties in het SOST-gen en de volgende drie mutaties in de LRP-genen. R1170W is een missense mutatie die op de korte arm van het chromosoom 11 ligt, tussen P12 en P11.2. Door deze mutatie wordt LRP4 inactief, waardoor het niet meer bindt met sclerostine. R1170Q is een substitutiemutatie. Dit heeft een verminderde binding tussen LRP4 en sclerostine tot gevolg. W1186S is ook een substitutiemutatie. Hier is een G-base omgeruild voor een C in exon 27 van het LRP4-gen. Daardoor stopt de WNT-onderdrukkende werking van LRP4.
Deze mutaties hebben rechtstreeks effect op de Wingless Related Integration Site Pathway, oftewel de WNT-signaleringsroute. De WNT-route reguleert in het menselijk lichaam de differentiatie en regeneratie van onder andere botweefsel, bestaande uit osteoblasten en osteocyten. Sclerostine is het eiwit dat door het SOST-gen wordt geproduceerd. Sclerostine is een negatieve regulator. Het gaat een binding aan met het LRP-WNT-complex, gelegen in het celmembraan. Bij binding van het sclerostine wordt de botformatie onderdrukt. Dit komt door de volgende reacties. Normaal gesproken bindt sclerostine aan het LRP-WNT-complex. Daardoor koppelt de WNT af. De Sheffield wordt uitgeschakeld. De Sheffield functioneert als schakel tussen het LRP-WNT-complex en een destructiecomplex. Dat bestaat uit onder andere axine en GSK3-beta. Door de uitschakeling van de Sheffield wordt het GSK3-beta aangezet. Dit is een inhibitor van beta-catenin door deze te fosforyleren. Door de fosforylatie van beta-catenin bindt het met ubiquitine-moleculen. Dit complex wordt afgebroken door proteasomen tot aminozuren. Als het sclerostine niet aanwezig of functioneel is, blijft het destructiecomplex gekoppeld aan het LRP-WNT-complex. Daardoor blijft de GSK3-beta-inhibitor uitstaan. Beta-catenin wordt dus niet afgebroken, waardoor de concentratie in het cytoplasma van de botcellen stijgt. Beta-catenin diffundeert door het kernmembraan. In de kern koppelt beta-catenin als coactivator aan een transcriptiefactorcomplex en activeert het de transcriptie van groeifactoren. Dit stimuleert voortdurend de botgroei. Omdat de botgroei bij sclerostiose en de ziekte van Van Buchem dus niet geremd wordt, blijven de botten groeien en zijn ze groter en zwaarder dan normaal, waardoor complicaties optreden. De zenuwen in de schedel raken verdrukt, waardoor onder andere hoofdpijn, zicht- en gehoorproblemen optreden. Deze ziektes komen vaker voor in Urken en Afrikaners, omdat hier meer mensen drager zijn van de ziekte.